Hoort u mij? Ja. Ja, ik ben Bert Venstra en samen met Hans Lindeijer, de indiener van de motie toen de tijd over het basisinkomen, en Frans Vrijvoet zijn hier ook in de zaal, willen wij een landelijke netwerkgroep basiszekerheid opnemen. En daar hoort ongetwijfeld ook het basisinkomen bij. Maar wij vinden dat het veel breder is. Het begint eigenlijk bij de waarde van de Partij van de Arbeid en bestaanszekerheid. En die hebben wij vertaald in basiszekerheid. Je kunt veel manieren doen. Je kunt belastingkorting geven. Je kunt mensen gewoon een basis geven, belastingvrije voet. Er zijn heel veel manieren. Nou, we hebben een plan van aanpak gemaakt, besproken met het bestuur. Daar staan waarschijnlijk ook al manieren uitgebreid die beschreven. Ja. Klopt. En waarom het nodig is, ik wil toch even aangeven, hè, basisinkomen is echt nodig. Omdat spreiding van kennis, macht en vooral inkomen nog steeds niet is gelukt. Ik geloof ook dat Lodewijk schreef en dat het kapitalisme is in verval. De boot is lek en er is flink wat averij opgelopen en reparatie. En volgens ons moet het ook met een nieuwe kapitein. En dat trickle down en dat liften van boten, hè, door het getij, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Het is niet waar en daarom, zeg ik tegen jullie, is het nodig om zo'n netwerkgroep op te richten. Basiszekerheid.